Hans Harder zit met zijn been omhoog in de wachtkamer. Hij heeft een ongelukje gehad met korfballen. Ik ben tijdens het trainen ben ik door mijn enkel gegaan. En die is wat opgezet. Dus vandaar dat we hier nu zitten. Harder, hallo. Kom binnen. Wat heb je gedaan? Ik was tijdens trainen, korfbal. Op een gegeven moment loop ik naar voren en ik kom op de voet van een medespeler terecht. En op het moment dat ik erop kom, trekt hij zijn voet weg. En ik klap zo voorover, dubbel zeg maar. Ik heb naar de douche koelen. En toen was het kapijn, ging het al. Alleen nu begint hij dus wel weer behoorlijk te kriebelen. En hoe vaak train je per week? Twee keer trainen en één keer spelen. En één keer wedstrijd. Zo. Daar begint het gevoelig te worden. Ja. En dit? Dat ook. Wat doen? Dat gaat wel. Gaat wel. Wat doen? Dat is minder. Ja. Dit doen? Dat gaat wel. Ja. Dat wordt minder. Ja, je hebt hier nog ook wel een beetje. Je bent ook. Die ander die trok zijn voet ook weg. Ja. Hè? Dus je hebt eigenlijk een beetje, in die zin, een beetje abnormale beweging gemaakt. Dat het niet een soort verstuiking is die je hebt als er geen tegenstander is. Ja. Of als je van een stoeprand afgaat. Ja, het ziet er toch verder op zich wel acceptabel uit hoor. Er is niks gebroken. Je hebt wat van die enkelbandjes ingescheurd. Dus we gaan het nu zwachtelen. Ja. En ik denk dat het beste is dat we een afspraak maken dat het zondag gewoon getaped wordt hier. Is prima. Hoe lang duurt zoiets? Ja, na een week moet je gewoon kijken. Ja. Is het dan goed, dan ga je langzaam maar zeker weer lopen. In het begin eerst gewoon op een regelmatige weg, want dat zwikken, dat kan je natuurlijk niet hebben. Ja. Zit het dan niet goed, dan leggen we gewoon weer voor 14 dagen een nieuwe tape aan. Vraag ik even de zuster of ze even een zwachtel wil aan. Ja, is prima. Je moest er even komen. Ja. Assistente Margreet Kalksma komt de zwachtel aanleggen bij Hans Harder. Ik sport er weer dus om een week of 5-6 zoet voordat je weer. 6 weken. 6 weken. En dan denk ik dat het goed is dat je gewoon weer met hardlopen weer begint. Gewoon op asfalt en zo. Jij die schoenen aan. Ja. Moet je een rolstoel hebben? Nee joh. Of kun je. Nou, loop maar even mee met mijn zetten. Ga even met de kamer. Ja. En mij? Is cool, man.